Dit is alweer het laatste deel van mijn Alpentour 2016, de heenreis tenminste, want de terugreis heb ik natuurlijk ook gefilmd. Maar goed, in deze aflevering rijd ik over de kleine Sint-Bernard, grote Sint-Bernard, dan een lange verbindingsetappe om vervolgens de Grimselpas, de Susterpas en de oude Goddardpas te rijden. Aan het einde van deze aflevering kom ik aan in Dormaso, aan het Lago di Como. Dus veel kijkplezier! Wacht, Col de Petit Sint-Bernard. De zon komt net op. Het is nog wel een beetje koud, maar het is adembenemend. Komt-ie de zon? Bovenop de Grimselpas, 2164 meter. Ooit stond ik hier en toen was het een stukje kouder. Mist en sneeuw en zo, is toch wel beter weer hè, vandaag.
bovenop de Sustenpas. Ik ga straks naar beneden over de Gotthardpas, de oude, de Tremola. En daarna is het toch een stukje rijden tot aan het Komenmeer. Ik hoop dat ik het nog voor het eten ga redden. Maar ik ben bang dat het beneden heel erg warm is. Dat ik maar eens even lekker wat ga eten en dan vanavond verder ga. Daar ben ik weer, op de Gotthardpas, bekend plekje, op de oude Gotthardpas, de Tremola genoemd. Dat komt door de steentjes. Tremola betekent namelijk het beven. Nou, als je over deze steentjes rijdt, dan moet je beven hoor. De duurste Magnum die ik ooit gekocht heb. 4 euro. Dat moet wel wat waard zijn. Er zit een speciale smaak aan, denk ik. In Zwitserland natuurlijk. Ja, het smaakt echt heel anders. Jammer dat jullie het niet kunnen proeven. En dit was het dan. Hier kom ik aan in Dormaso aan het Lago di Como. Maar niet getreurd, want ik moet ook nog naar huis. En dat doe ik natuurlijk niet in één stuk, maar weer over een paar mooie, prachtige bergpassen. Dus blijf kijken voor meer motoravontuur.